Welkom aan boord van de JetBlue A321neo Long Range, waarmee we de oversteek kunnen maken tussen Amsterdam en Boston en JFK. Dat doen we dus dagelijks. Ik loop iets naar voren, dan kunnen jullie de cabin zien. We beginnen achterin, dat zijn onze core stoelen, dat is wat andere airlines economy class noemen. We hebben de meeste beenruimte op de transatlantische sector, dat is gegarandeerd. Dus een stukje meer dan onze concurrenten doen. Als je verder vooruit loopt, ik loop nu achteruit, maar... Dan hebben we nog 24 stoelen Even More Space. Hetzelfde stoel, ander kleurtje met meer beenruimte. De service is hetzelfde, mensen krijgen wat andere perks erbij, maar je koopt in feite extra beenruimte bij. Dus je zit een stuk ruimer nog dan in onze core, wat al niet verkeerd is. Helemaal voorin, waar mensen ook binnenkomen, bevinden onze suites. De suites en de studio's. We hebben 22 suites aan boord. Fully flat uiteraard, veel privacy, want je kan een deurtje achter je dicht doen. En helemaal voorin hebben we dan nog twee studio's. Die zijn nog ruimer, koop je bij tegen een kleine toeslag. En dan heb je nog meer vierkante meters voor jezelf, zou ik maar zeggen. Service in de suites, in Mint, is natuurlijk anders dan achterin in Core en in Even More Space. Qua bagage. Wij zijn denk ik een van de weinige airlines die niet zo moeilijk doet over het meenemen van trolleys aan boord. Iedereen mag, ongeacht welk tarief hij gekocht heeft, altijd zijn trolley meenemen. Het aantal kilo's doet er niet toe, zolang je hem zelf maar in de bagagebak kan zetten. En die zijn ook groter, waardoor we ook makkelijk kunnen zeggen, neem hem maar mee aan boord. Trolleys staan bij ons verticaal, liggen dus niet plat, waardoor we er veel meer mee kunnen nemen. En mensen kunnen hem ook vaak gewoon bij hun eigen stoel kwijt. Dat is natuurlijk een stuk efficiënter qua boarden en deboarden. Verder is alles altijd all-inclusive bij JetBlue. Ook achterin, eten en drinken, inclusief. Daarnaast bieden we snacks aan, in-flight entertainment systeem en gratis wifi. En het werkt nog ook.